Goedemiddag jongens en welkom bij weer een nieuwe video van DFST. Ditmaal een sessie op het kanaal. Ik ga er nu naartoe. Wat heb ik gisteren nou gedaan? Ik heb gisteren 2,5 kilo erin gegooid en eergisteren ook. In totaal 5 kilo. Dat is een andere manier van vissen wat we normaal doen. Normaal veel instant vissen. Dit is met een serieuze voorvoersessie van 2 dagen met 5 kilo. Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. Ik hoop op een sessie vol met vis. En ga gauw naar de waterkant. Let's go! Het autootje is leeg en we zijn op het stek hier. Kijk, het is een viersplitsing. Daar heb je twee openingen. Hier heb je een opening en hier heb je een opening. Hierachter, als je een stuk doorgaat, kom je eigenlijk op het plekje waar we vaak op het kanaal aan het vissen zijn. Met de lelies. En dit kanaal bevat gewoon veel vis. Op de een of andere manier heb ik altijd het idee dat hier veel vis uit komt zwemmen. Dus wat ga ik ook doen? Ik ga hier één engel leggen. En op dit kopje, hier zo heb je allemaal mosselen onder water, dus ik moet wel snel zijn met de drill. Watertje waar ik al veel heb gevist, eigenlijk mijn grootste kanaalvis ooit heb gevangen. Dat was eigenlijk op dit stekje, 16,5 kilo, dus het zou mooi zijn als hij er vannacht heeft. Zo jongens, mijn tentje staat, maar ik had het eigenlijk wat ruimer ingevat op de dag. Moet je eens even kijken hoe weinig ruimte ik voor het heb. Het grap als ik beet heb, maar gewoon snel wakker worden en anders dan testen we het water in. Zo wakker. Oké, gauw die engels. Ah jongens, jullie zien hier de richtjes hangen en ondertussen komt in één keer deze baas langs. En die wil je vader langs, hè? Ja. Toen zag hij ons zitten, zegt hij ik wacht even op de foto, dat mag natuurlijk. En bij deze komt hij ook gewoon een video, deze baas. Nou, fijne avond nog. En ik ga er even een paar bakken uit trekken. Hé, hey, bedankt. Nou jongens, even de pop-ups uitzoeken. Pop-ups, ik ga trouwens niet met pop-ups vissen. De hardhoekbaits, de karamel, de tekenus karamel en de holtuna. Allebei gewoon alleen een single bol aan, niet te gek. En zal maar eens gauw uitwerpen. Nou jongens, het richtje waar ik mee ga vissen. Eigenlijk gewoon een standaard richtje met een beaker point haak. Haak maak je 4, dus een vrij grote haak. Alleen een holtuna bolie, klein beetje poetie. Anti-tangelspiefje en natuurlijk een visveilig loodsysteem, zoals jullie van ons gewend zijn. Andere engel is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met een wortelloodmontage, ook een haakmaasje 4 en een tijgenet crushbolie. Ik ga ze ingooien, eentje onder het kantje, de andere denk ik 20 meter ernaast aan de overkant. En gaan we zien. Oh, hij ligt denk ik 10 seconden in! Echt 10 seconden! Wat kan dat nou weer? Hij ligt echt 10 seconden in, hè? Ja! What the fuck, ouwe? Heel bizar. Echt heel bizar. Ik zei het al, ik voer nooit zoveel normaal. Maar je ziet het, dat werkt wel. 10 kilo, dan weet je alles. Nou jongens, het is ongelooflijk. 1 minuutje lag hij in. Puntgave uitzetspiegel. Het is een beetje een ghost-achtige vis, lijkt het wel. Hij is super hoog, super dik. Ja. Super
bij me. Echt binnen een minuut heeft hij af. Ik denk dat het een heel weinig slaan. Aan de andere kant van de kant. Echt een super mooie hoogvis hier. Ja, die uitzettingen die doen het als een speer. Ik denk dat zo'n beetje nu 30% van de vissen die we vangen gespiegeld zijn. En vroeger was dat denk ik nog geen 10%. Dus het gaat echt helemaal de goede kant op. Fotootje maken en dan even wegen. Fotootje voor het uitzetbestand maken en dan kan die weer opruimen. Jongens, de hengeltjes liggen eindelijk weer in, want moesten allebei even opnieuw ingooien. Hier was een tak doorheen gedreven en die andere ging natuurlijk als een jekko af. Ik heb nu ook bijgevoerd, net had ik dat nog niet eens kunnen doen, toen ging die al af. Dus ik denk echt dat hij weer binnen, deze jongen, dat hij binnen 10 minuutjes afgaat. Dat zou mooi zijn. Jongens, het is inmiddels 10:45, je ziet het niet zo goed. De hengels, die zijn nog steeds helemaal stil. Oh, hij stelt niet zo snel scherp. Maar het waait wel echt als een jekko. Maar ik ga eens even lekker de oogjes toe doen. Even een klein stukje lezen uit dit geweldige boek, jongens. Als je nog eens een keer niks te doen hebt, is het zeker een aanbeveling. Even een lekker stukje lezen. Hopen dat hij nog afgaat en anders lekker slapen. De volgende shot is met een dikke bak in de handen. Nou jongens, het boek was nog niet eens open. En toen, even kijken of je het goed kan zien. Toen ging die al. Ongelooflijk. Het is een klein schuppie, dus ik ga hem alleen even op de mat leggen. Zal ik hem even nog filmen. En dan kan hij gelijk weer terug. Nou jongens, jullie zien het. Een klein schuppie. Niet heel speciaal, echt een kanaalvis. Ik ga hem gauw weer terugzetten. Deze kwam op de Tiger Net Crush, jongens. Heerlijk. Jongens, het is fantastisch. Toen ik mijn hengel was afgegaan, heb ik gelijk maar even bij mijn andere hengel gevoerd. En zoals jullie zien, ligt hij nu hier. Kijken wat er buiten is. En dezelfde slag vis als daarnet. Ja, echt een kanaal spelen. Ik ga weer gauw het haakje eruit halen en dan kan hij gaan weer zwemmen. Als een beetje de grotere vissen komen, dan ga ik er serieus veel mee. Come on, doorknallen. Goeiedag, mensen. Het is 3:15. En de vissen worden er niet echt groter op. Even kijken hoor. Een klein schuppie, weer echt een kanaalstrijder. Oh, en ik ga hem terugzetten. Nou jongens, de hengel is weer klaar om ingegooid te worden. Nog even een schuimpje erop. Wat ik nu ga doen is, ik leg hem even iets verder dan de voerstuk. Iets verder naar buiten. Dit om te hopen dat het een wat grotere vis op gaat leveren. Want heel leuk, al die kleine visjes. Maar we hebben toch zin om even een grote joekel te vangen. Voor de rest ga ik er weer echt even een halve kilo voer op gooien. Eigenlijk nog niet zoveel gevoerd vandaag. Maar ik ben benieuwd of dat nog wat gaat doen. Ja, een hele goede morgen jongens. Vannacht 5 vissen gevangen in totaal. Er zit nog eentje in de sling, dat was een wat grotere vis. Die kwam om 4:15. Vanochtend ook nog een vis verspeeld om 6:30. Helaas, ik had mijn onderlijn ook niet vervangen. Die heb ik nog hier zo langs de kant staan. Het haakje was ook niet zo scherp meer, dus eigenlijk een beetje dom dat ik het niet had gevangen. Maar ja, ik was echt te moe om in de nacht ook nog een onderlijn te knopen. Ik begon mij wakker te worden om 11:15. 12:15, 2:15, 4:15. Ja, en dan die 6:30 en dan eentje verspeeld om 6:30. Ja, daar word je niet heel gelukkig van. Het is weinig geslapen, maar wel lekker gevangen. Dus dat voeren, jongen, dat werkt als een speer. Ik merkte ook elke keer als ik weer wat bij ging voeren, dat eigenlijk gelijk die hengel afging. Twee keer beter mijn rechterengel. Toen gooide ik gelijk voer bij mijn linkerengel. Mijn linkerengel die vertrok toen heel gauw. Dus ja, dat zijn mooie dingen. Super nachtje. En
Zo kan je maar zien dat ook het voeren van twee verschillende folies ook gewoon goed werkt. Ik zat eerst te twijfelen, het zal niet te veel zijn, 5 kilo, maar zeker op het kanaal. De vis die trekt gewoon langs en ja, die heeft gewoon honger. Alle visjes waren er nog heel erg uitgemagerd. Dus ja, 5 kilo was zeker niet te veel. Dit zou ik zelf misschien nog mee kunnen voeren. Maar ja, heerlijke sessie. Ja jongens, het vangen voor vandaag is waarschijnlijk wel voorbij. Want daar komt ie. In Duitsland geven we altijd op een andere manier water. Even kijken dan. Precies op mijn steek. Perfect. Dit is de enige visje die ik in de sling heb gestopt vandaag. Deze is nog wel mooi vol. Grote vis. Zwaarder geworden doordat hij altijd het water gelegen. Dus ik ga hem even naweten. Het zal allemaal maar denken. Super mooie schub. Echt een pure kanaalschub. Mega lang. Zo eentje in de paai vangt, dan zijn ze gewoon 2-3 kilo zwaarder. Maar een mooie kleur ook. Gaf een goed gevecht. Echt al die reuzen, jongen. Kei en keihard. Dus dat is ook al super leuk. Ik ga even een paar fotootjes maken en dan kan hij daarna gaan zwemmen. Nu eens kijken joh, hé. Waar het in één keer een auto. Zo jongens, het is inmiddels 10 uur en ik ga maar eens een keertje beginnen met opruimen. Eén engeltje ligt erin, die andere die staat hier al een heel tijdje. Het begint steeds warmer te worden, het wordt gewoon weer lekker 28 graden vandaag. Nou jongens, jullie zien het, ik zit weer in het autootje. Ik hoop dat jullie een klein beetje beeld op kunnen geven wat het kan doen als je dus flink gaat voorvoeren. Wat het kan doen met het aantal vissen waar je vangt. Normaal op het kanaal vang ik maximaal 2 vissen per keer. En als ik ga vissen kan het dus zo uitlopen naar 5, 6, 7, 8 runs. En ja, je gaat er wel minder van slapen. Maar het is zeker een tactiek om eens een keer te proberen. Om te kijken of je ook eens een keer een grotere vis kan vangen. Die zat er vandaag voor mij niet echt tussen. Nou, die schub op het einde woog bijna 10 kilo. En die mooie spiegel. Dus al met al ben ik heel tevreden. Top nachtie. Vond je de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag weer om 3:30.